Voel jij je ook wel eens in een dip in de middag? Je begint met volle energie aan de dag, maar dan ervaar je opeens een dip. Dan is je dag opeens veel anders dan dat je had gepland. Je had zoveel dingen op de planning staan, maar het komt er helemaal niet van. Dit heeft alles te maken met je energie, focus en productiviteit. En ik hoor je vragen: hoe kan jij dit gaan optimaliseren in je leven? En dat is wat ik je vandaag ga vertellen. Hoe jij een hoge energie ondernemer kan worden, maar ook een hoge energie persoon. Hoe jij 24/7 kan knallen, nooit uitgeput raakt, nooit de burn-out, positief in het leven staat, energiek bent, gefocust bent, productief bent en al je goals crushed in life. Oké? Dat ga ik je vandaag uitleggen, dus blijf zeker kijken. Kleed je om zaken te doen. Kleed je super netjes. Ga douchen, scheren, doe nette kleren aan, deo en parfum. Ik heb momenteel geen nette kleding aan. Dat is omdat ik zo meteen ga sporten. Dat is geen excuus, maar voor sporten doe je gewoon sportkleding aan. Deo en parfum dagelijks, skinroutine dagelijks. En kleed je comfortabel en zo goed mogelijk. Want als jij er goed uitziet, in je gezicht, in je lijf, overal gescheerd, overal netjes, overal goed gekleed, dan ga je jezelf al zoveel beter voelen als persoon ten opzichte van de hele dag in een trainingsvak zitten. Dat is niet wat ik doe, maar dat is alleen puur voor het sportvoorbeeld, oké? Dus kleed jezelf netjes en dan voel je jezelf al een stuk beter. Laat de dag je niet neuken, maar neuk de dag. Het is misschien wat blond gezegd, maar het is echt zo. Want als jij het leven niet gaat aanpakken, gaat het leven jou aanpakken. Er zijn mensen op de loer die jouw geld willen, jouw vrouw willen. Je bent in oorlog iedere dag. Van het moment dat je wakker wordt tot het moment dat je gaat slapen, is het oorlog. Die klant die je probeert te winnen, anders gaat hij naar iemand anders. Die vrouw, anders gaat hij naar iemand anders. Gym sterker worden, anders wordt iemand anders sterker. Er zijn zoveel dingen. Dus zorg ervoor dat jij dus controle neemt over je eigen leven. Maak money terwijl je onderweg bent. Bestellingen op Shopify pakken, bestellingen op automatische piloot. In welk gedeelte van de wereld je ook maar bent, je kan dus bestellingen pakken op Shopify en ook op Bol, zonder daarbij echt fysiek te werken. Automatiseer je online business dat je echt 5 tot 10 uur per week ermee bezig bent. Dat is ook wat ik doe. Zodat je geld kan verdienen terwijl je niet eens aan het werk bent. Hoe gek is dat? En dat ervaar ik nu ook weer. En ja, dat is echt geweldig. Maar ik kies ervoor om toch weer door te grinden en meer te doen, zoals je ziet. En niemand doet uiteindelijk shit voor je als ondernemer. Ook als je het automatiseert. Je moet altijd op personeel letten en je team aansturen en andere dingen. Maar huur mensen in die je taken voor je kunnen doen op percentagebasis voor sales of een lage flat fee. Flat fee is vast bedrag per maand. Maar zorg ervoor dat je dat in de gaten houdt en dat je je team managt. Want mensen die voor jou werken, die hebben geen idee wat jouw visie is, wat jouw missie is voor het bedrijf. Het is een soort baby, hun representeren jouw bedrijf. Dus zorg ervoor dat je ze ook goed behandelt. Niet alleen goed betaalt uiteindelijk, maar ook gewoon goed respecteert en gewoon incheckt hoe ze het doen. Werk om te leven en leef niet om te werken. Ik zie zoveel mensen die alleen maar 24/7 aan het grinden ben. Een van de redenen dat ik nu 24/7 aan het grinden ben, is omdat ik in Nederland ben en omdat er anders geen niks te doen is. Dus vandaar die reden. Zondag vertrek ik naar Dubai en ben ik 3 maanden in Bali en ben ik in Kuala Lumpur en ben ik in verschillende delen van de wereld en ervaar ik ook verschillende dingen en zal ik zeker aan het werk zijn, maar zal ik ook genieten van het leven. En als je niet kan leven, zit je vast in de matrix. Ook als je ondernemer bent en je bent 24/7 aan het werk, ben je gewoon een hoogbetaalde loonslaaf. Je wilt uiteindelijk die vrijheid op verschillende aspecten. Die locatie, onafhankelijkheid. Zodat je naar Dubai, Bali, Miami, welke plek je ook maar wilt, kan gaan. Je wil die tijdvrijheid, dat je niet om 8 uur moet opstaan om X te doen. En die financiële vrijheid, dat je jezelf niet hoeft druk te maken over of je volgende maand wel genoeg geld binnenkomt. En dat is precies wat ik mensen leer. En daar kan ik je van alles over uitleggen als je hieronder een gratis call inplant met iemand van mijn team. Kijken of we goede fit zijn. Maar dat tezijde, verhoog je tijdframes. Taken duren net zo lang als dat je ze tijd geeft. Ik wilde vandaag 3 YouTube-video's opnemen, dus ik heb 3 YouTube-video's vandaag opgenomen. Wilde ik er 6 opnemen, had ik er 6 genomen. Als ik 1 YouTube-video op 1 dag moet maken, duurt het 1 dag. Vandaag heb ik gegeten, gegymd, gewerkt, calls gedaan met 1P-studios, calls gedaan met mijn team. En deze video duurt me ongeveer 15 tot 20 minuten om te maken, bedenken, uploaden. Ik denk een half uurtje eerlijk gezegd, een half uur. Omdat ik maar 1 uur had vandaag, 1,5 uur had vandaag, heb ik 3 video's gemaakt. Maak van 1 uur meetings 30 minuten meetings. Dat is iets wat ik heb toegepast.
Mijn meetings duren veel korter, zijn veel meer punctueel via Zoom. Speed is king, je moet snel kunnen handelen. Het leven gaat super snel. Je moet snel kunnen veranderen, dit, dat, dat, zus, zo, gas geven. Oké? Okay? Verlaat je huis. En ja, ik kan niet vertellen hoe belangrijk het is. Discipline is zo essentieel als ondernemer. En ja, dat is ook een van de redenen waarom ik in het buitenland woon. Omdat je dan niet thuis woont. Bij ouders, et cetera. En omdat in Nederland de kansen gewoon ja, een stuk minder zijn, eerlijk gezegd. Ook in deze huidige woningmarkt. Dat je veel beter af bent in een ander gebied van de wereld. En als je je huis verlaat, dan word je uiteindelijk gedisciplineerder. Krijg je meer vaste lasten. Ga je meer anders naar het leven kijken, et cetera. Heb je meer reden om te grinden, oké? Okay? Word vroeg wakker, want die avonduren zijn meestal het meest onproductief. En dan doe je ook het minste. En als je dus eerder opstaat, heb je dus die gemiste tijd aan het eind van de dag. En die stop je aan het begin van de dag, zodat je meer gedaan krijgt. Meer progressie is meer resultaat. Zo simpel is het. Focus op input, niet op output. Hoe meer je input, hoe meer output. Elke actie krijgt een reactie. Nou oké, wat eet je dus 's ochtends? Ik neem altijd een appel en één banaan. Ik doe dat meestal na twee uur focus deep work. Ik neem geen koffie, ik neem geen thee, geen sigaretten, geen Red Bull. En hier word je automatisch ook super scherp van als je gewoon een appel en een banaan, water neemt. Vitamine D doe ik ook zelf. Dat is meer voor mijn haartransplantatie die ik heb laten doen, maar dat zeiden. Vitamine D, appel, banaan, 3 eieren. Niet bewerkt voedsel en dan kan ik gewoon door gas geven. Voel ik mezelf ook niet verzadigd. Ontmoet ook andere ondernemers. En dat is super makkelijk in Bali, et cetera. In Nederland misschien wat moeilijk, maar je kan altijd naar masterminds gaan. Investeren in cursus, event. Wekelijks gaan sporten. Padel, gym, voetbal, tennis, kickboksen. Gasten die het goed doen in dezelfde game, kan je dus samen dingen mee gaan doen. En sommige van mijn beste ideeën komen vaak van chillen met verschillende ondernemers of sporten of netwerken of nadenken of wat dan ook. Dat is dus heel belangrijk. Laat dus frisse ideeën komen in je brein. En dat doe je dus door 10 pagina's elke dag te lezen. Er is zoveel dat je niet weet en door 10 pagina's iedere dag te lezen. Het mooie is, die 10 pagina's lezen heb je ook zo gedaan. Dit heb ik de afgelopen jaren heel veel gedaan, maar ik merk de laatste 2 weken dat ik toch maar 1 hoofdstuk per dag lees uit dit boek. Courage is Key. Supergoed boek, alleen normaal lees ik een boek per maand. En ik zit nu op bladzijde 99 van de 230 en de maand is bijna over. Okay? Dus ik heb deze maand echt veel te weinig gelezen. Dat is ook voor mij een check van, hey, ik moet meer gaan lezen. Dus zondag vlieg ik naar Dubai. Dan ga ik eerst slapen in het vliegtuig, want ik vlieg vroeg. Als ik wakker word, ga ik dit boek lezen. En daarna ga ik pas een film kijken. En dan heb ik echt alweer 50 pagina's zo gelezen. En het is super goed om je fris te houden. En ik ga het weer als dagelijkse routine oppakken. Ik ben iets minder op routines geweest de afgelopen tijd. Maar ik ga het nu weer extremer aanpakken. En weer ja, het maximale uit mezelf halen. En dat wil ik ook aan jou meegeven. Oké, okay, nou, dan hebben we nog het e-com elite platin programma. Dat is mijn coaching programma. Het is 180 dagen lang. Het is 1-op-1 coaching. Je krijgt de e-com elite 0,1% videocursus. Al mijn beste video's zoals dit in 1. Een Bol 100k blueprint. Hoe kan je 100k per jaar draaien op Bol? Shopify, hoe kan je 100k per maand draaien met Shopify, maar ook per maand, per jaar, sorry. Je krijgt toegang tot de e-community en 0,1% community op Facebook en Discord. Nou, heb je hier interesse in? Plan een call in de link hieronder met mijn team. En we zullen kijken of je een goede fit bent. Je zet ook een 10.000 euro per maand garantie bij. Haal je die niet in deze 180 dagen, dan werk ik met je door. En die 1-op-1 coaching krijg je van mij. Oké? Okay? Ik wil je enorm bedanken voor het kijken. Like en abonneer voor meer. En ik zie je weer in de volgende video. Ciao, ciao.